Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een laag drukgebied voor de Hollandse kust en daaromheen krult bewolking. Uit die bewolking vallen buien met kans op hagel, onweer. En misschien ook wel een vlok natte sneeuw. Vanochtend temperaturen van 4 tot 6 graden en vanmiddag komt daar nauwelijks wat bij. De temperatuur is het laagst in het zuidoosten van het land waar we maximum temperatuur van 5 graden zien. En langs de kust is de graad of 7. Langs de kust waait het ook eventjes hard, windkracht 7 uit het noorden tot noordwesten. En ook vanmiddag nog steeds buien met af en toe wat zon tussendoor. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de avond. Komende nacht daalt de temperatuur in het binnenland tot net iets boven het vriespunt. Bij zee blijven nog buien mogelijk, want inwaarts is het wat droger. En dat zien we morgen ook. In het binnenland vaak droge perioden en slechts een enkele winterse bui. In de kustgebieden zijn de buien wat talrijker. Het wordt 5 tot 7 graden met minder wind. Maandag is het op veel plaatsen droog, hoewel langs de kust nog een enkele bui mogelijk blijft. Ook dan 5 tot 7 graden, een rustige dag. Vanaf dinsdag wordt het weer wisselvalliger en geleidelijk ook weer een stukje zachter. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl